Schat, ik heb een geweldig idee. Laten we op vakantie gaan. Misschien eerst met een camper. Oh ja, dat is een super idee. We kunnen een camper kopen. Wellicht een tweedehands, hè? Deze choco van Emma is eigenlijk best lekker. Ik drink hem gewoon lekker stiekem op. Maar wat hoor ik nou daar? Vakantie? Waarom vertelt niemand mij wat? Waarschijnlijk willen ze me niet eens mee hebben. Maar dat gaat mooi niet door. Ik ben namelijk de beste fotograaf van Playmobil City. Please, ik maak de beste vakantiefoto's. Laat ik dan ook gelijk maar mijn koffer inpakken. De laptop moet zeker weten mee, want ik wil Minecraft spelen. Julian, wat ben je aan het doen? Pak je je koffer in? Ja, wat denk jij dan? Hebben we geen grotere koffer? Hier past mijn laptop niet in. Ik geloof dat we op vakantie gaan, maar Julian weet het al en ik weet van niks, man. Mama! Hier, kijk, een paar advertenties in de krant. Oh, kijk, een camper te koop, klasse. Laten we gelijk gaan bellen. Ik haal de telefoon. Mama, mama, waar gaan we heen op vakantie? Gaan we met het vliegtuig of met de auto? En gaan we dan naar het strand of naar de sneeuw? Oeh, zoveel vragen tegelijk. We gaan voorlopig nog niet op vakantie. Waar heb je het over? Hè? De vakantie waar Julian het over heeft. Hij is al aan het inpakken hoor. Ach Emma, ik wil je niet teleurstellen, maar we zijn eerst op zoek naar een camper. En daarmee kunnen we dan op vakantie gaan. Maar er is nog niets gepland hoor. Oh, Julian heeft gelogen en ik had er zo'n zin in. Zo, perfect. Ik heb alles erin gekregen. Ik kan er alleen niet meer vanaf, want dan vliegt alles er weer uit. Pak je koffer maar weer uit hoor, leugenaar. We gaan helemaal niet op vakantie. Oh, hoezo niet? Ik heb net alles erin gekregen, zonder dat die open knapt. Heer, een interessante advertentie. Familie K verkoopt een gebruikte camper. Groot genoeg voor ons allemaal. Ik ga bellen. Hé? Telefoon? Ja, hallo, Claudia Vogel. Oh, Claudia, als dat de familie Kwast is, dan vandaag of beter de komende 20 jaar niet, hoor. Oh, hallo. Ja, je wilt langskomen met Mike. Waarom eigenlijk? Oh, zomaar. Ja hoor, waarom niet? Oh, ik verstop me hier wel. Hey, hoi, leuk jullie weer te zien. Is er iets bijzonders? Nee, zusje. Ik was in de buurt met vrienden en toen dacht ik, laat ik even langskomen. Oh, oké. Misschien willen de kinderen ze even gedag zeggen, hun tante en oom. Claudia, ik ga mee naar boven. Ik blijf hier echt niet alleen. Oh, nou, het lukt prima hoor, alleen. Wij zijn even boven. Doe of je thuis bent, of beter gezegd, helemaal niet. Jullie kunnen ook gewoon gaan hoor, als je wil. Ja, ga toch gewoon. Zo, Katie Krediet, je moet me helpen uit te zoeken hoeveel geld mijn zusje heeft. Oh, dat is een makkie. Ik kijk hier rond naar alle spulletjes en dan kan ik je precies zeggen hoeveel alles waard is. Dus dit is de luxe villa. Nou, ik zie niet zo heel veel luxe hoor. Laten we klein beginnen. De keuken en inrichting. Ja, nou ja, het is niet echt het nieuwste van het nieuwste, hè? Misschien zo ongeveer, nou, 8000 euro, laten we zeggen. Nou ja, we gaan eerst wel even naar de woonkamer. Ai, wat is dit dan? Deze televisie is zwaar verouderd en ook zo klein. Op de rommelmarkt krijg je hier hoogstens 50 euro voor. Sorry, maar hier is niet veel geld te halen, hoor. Maren, ik vind dit niet zo'n goed idee, hoor. Met het geld van hier kunnen we nooit onze nieuwe villa financieren. Het voelt ook gewoon niet goed, hier rondneuzen en zo. Ah, een tweede woonkamer. Is wel erg klein helaas hoor. Deze bank ziet er trouwens wel nieuw uit, maar veel is die niet waard. Ik zou zeggen zo'n 800 euro. Julian, Emma, willen jullie oom en tante niet even gedag zeggen? Die zijn beneden. Oh nee, ik ga echt niet naar beneden. Never nooit niet. Oh, ik ook niet. En als ze boven komen, krijgen ze direct een kamerverbod. Nee. Oh, nou, dat verbaast me niks. Met de kwasten kan niemand hier goed opschieten. Ik kan er ook niks aan doen. Het is familie van me, hè? Zo, beneden zijn we klaar. Laten we naar boven gaan. Ik ben benieuwd wat ons daar te wachten staat. Ah, de badkamer. Die zou nieuw kunnen zijn. Maar ja, een badkamer is een beetje lastig te verkopen, hoor. Sorry, familie Kwast, ik ben bang dat ik u moet teleurstellen. Hier valt gewoon niet genoeg geld te halen om in dit nieuwe huis te stoppen. Het spijt me. Sorry, wat zeg je? Hoe moet dat nou? Hoe komen we aan geld? Van de bank krijgen we ook niks. Hé, hoe? Wat zei je daar, Maren? Had je het tegen mij? Ach, Claudia, ja, hoe onbeleefd van me. Ik had het je direct moeten vragen. Ja, natuurlijk, Maren. Brand los. Wat is er?
Maar zoals je weet, hebben we natuurlijk al ons geld geïnvesteerd. Misschien kunnen jullie ons wat geld lenen voor ons nieuwe huis? Wat zeg je? In geen geval. Jullie zijn de rijken hier. Wat is een goede grap, zeg. No way. Papa, dit gaat zo niet. Ik moet namelijk nog een nieuwe schooltas. Ik kan echt niet met de oude van de Chris naar school, hoor. Dan ben ik helemaal niet cool. Ja, precies, Julian. Hebben jullie dat ook gehoord? Julian, die heeft nog schoolspullen nodig. Sorry, we kunnen jullie geen geld lenen. Je hebt het gehoord, Mare. Wij kunnen jullie geen geld lenen. Het spijt me. Claudia, hoe kan je ons zoiets aandoen? Ik ben toch je zus? Kom, Mike. Kom, Katie. We gaan. Oh, Martin. Mijn eigen zus haat me nu. Maar hoezo wil ze dan geld van ons lenen? Ze heeft toch genoeg? Hoe kan het? Waarom vragen ze ons voor geld? Dat is toch de omgekeerde wereld? Waar hebben zij dan zoveel geld voor nodig? Een nieuw huis? Nou ja, goed. Dat is gelukkig voorbij. Laten we met de vakantie verder gaan. Weet je wat? Ik bel ze even. Familie K. Ja, hallo? Ja, we zouden graag de camper willen bekijken. Super, we kunnen gelijk langskomen en de camper gaan bekijken. Oh, Martin, dat is toch super? Dan rijden we er direct heen. Gelukkig loopt deze dag dan toch nog goed af. Ik eet zo mijn schoen op. Zijn dat hun niet daar? Oh, Mike, hoe gaan we dat nu doen? We zitten zo diep in de schulden. Hoe krijgen we ooit geld? Ik weet het niet, hoor. De beurs is gekelderd. Ik denk dat ik misschien een shoppingcentrum moet verkopen. Julian, ik weet dat je je verheugt, maar hoe kom jij hier zo snel? Papa, waar kom jij ineens vandaan? Maar nu je er toch bent, kijk eens van wie die camper is. Ik heb geen idee. Familie K stond er in de advertentie. Aha, nou, daar heb je ze dan, familie K. Oftewel, familie Kwast. Kijk maar, daar zijn oom Mike en tante Mara. Wat willen jullie dan? Zijn jullie ons gevolgd? Oh god, ze weten waar we wonen. Dat weet toch helemaal niemand? Wij jullie bespioneren? Ik heb al wat beters te doen. Oh, dit is zo gênant. Ja, familie Kwast woont in een camper en het is waar. Jullie willen onze camper kopen? Ja, aan de telefoon heb je geen naam genoemd, hè? Maar wacht even. Jullie konden ons geen geld lenen omdat jullie krap bij kas zaten, maar wel een camper kopen? Nou in? We willen op vakantie. Ach, klets maar lekker verder. Ik ga de camper binnen. Ik wil hem kopen. Oh man, zij maken altijd grapjes over ons. Hoe weinig geld we hebben en nu? Ha, nu wonen ze zelf in een camper. Nou ja. Ach, Emma, ze vertellen nou eenmaal heel veel sprookjes. Ik zou eigenlijk heel graag in een camper willen wonen, hoor.